Dus vandaag ga ik langs Lindsay en ook Charlotte. En de winnaar van Big Brother is bekend. Het is namelijk geworden Bart. Er zijn heel veel dingen gebeurd in het Big Brother huis. En ja, eigenlijk is het zo. Ze hebben best wel veel dingen achteraf nu gezien natuurlijk. Over hoe of wat alles. Er is heel veel geluld natuurlijk ook over Charlotte en zo. En ik was dus gisteren bij die finale. En ik voelde echt wel een beetje spanning. Ik zeg eerlijk. Werden een beetje blikken gegooid naar elkaar. En mensen werden niet echt gegroet. Dus ik ben gewoon echt heel benieuwd hoe dat feestje is afgelopen daarna. Vergeet me zeker ook niet te volgen op Instagram, TikTok en Snapchat. En vergeet zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Oh ja, en gisteren toen ik naar naar Big Brother zou gaan, heb ik helaas een auto-ongeluk gehad. Dus ik rijd even in een andere auto. Maar het is helemaal een Big Brother stijl. Dus dat is wel fucking grappig toevallig. Want dit is een lene auto, want mijn eigen auto is helaas totaal los. Echt heel kut. Maar ja, het komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. Hey! 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 En Leo, wat doe je? Is dat Gucci bril? Hier dat ding. Louis! Is dat Louis? Louis! Heerlijk! Wat Turkije? Nee, maar! Rotterdam Bijenkorf! Nee jongens, hey, hoe gaat het met jullie? Ik begin eerst even met Charlotte, hoe gaat het met jou? Goed. Gaat het goed met je? Ja. Ja? Je bent echt net 2 dagen uit het huis volgens mij of zo. Het is echt allemaal heel snel gegaan. Ja. Oh, wat erg. En bij jou Lindsay, hoe gaat het met jou? Oh ja, ik ben van maandag eruit, maar... Van maandag al. Ja, rollercoaster man. Ondanks de heftige kater. Maar nee, echt super leuk. Ja, maar. Ja. Want jullie hebben echt een leuk feest gehad, denk ik, gisteren. Oh, want ik was ook bij de finale. Luister, ik was niet eens uitgenodigd, hè. Weet je hoe ik ben gegaan? Eerst waren we van de week, waren we in Amsterdam, hadden we première. Dus ging ik met een vriendin ging naar Big Brother huis. Gingen we schreeuwen daar. Toen werden we weggestuurd door de beveiligers. Zei, mag ik wat zeggen? Zei die nee. Dus ik ging schreeuwen. Jolien! Want Jolien was als enige nog makker op die lijst. Dus ik ging schreeuwen. Maar toen werden we weggestuurd. Had ik op TikTok gezet. En toen hadden mensen gezegd, oh, wij gaan morgen naar de finale. Dus ik zeg, hou je bek. Ik zeg, kun je niet zeggen dat je nog 2 mee mag nemen? Dus via zo zijn we daar gekomen. Wat ben jij? Was je gewoon? Ja, waarom gaan? Ja, ik dacht, fuck it. Nou, we gaan lekker eten, jongens. Pak alles wat je wil. Oh, help me. Ja, heeft die check ons nog geen rietjes gegeven? Ja, wel, ligt hiervoor. Lindsay gelijk kwaad. Heeft die slol? Want jullie gingen eigenlijk best wel zuur. Jullie gingen letterlijk voor de finale eruit. Hoe kut is dat? Eerlijk? Ik heb dat niet echt, nee. Nee? Nee, het was al zo leuk om daar. Ik hoorde ook dat jij niet echt voor het geld zou zitten daar. Nee. ik had zoiets van, ik was eigenlijk wel blij. Dat je naar huis komt. Ja? Oh. Het is moeilijk hoor, zo lang daar zitten. Ja, dat denk ik ook wel. En ook als je niks weet van de buitenwereld, dat lijkt me helemaal fucked up. Ja, want je hoorde, was ook niemand die wat zei, want je had bijvoorbeeld ook zo'n muur. Dat je, oh, ja, thanks. Oh, er was bijvoorbeeld ook wel een soort Twittermuur waar allemaal Twitter tweets werden. Ja, ik vind dat zo leuk. Ik ook, Twitter is echt zalig. Maar nee, vind je dat zalig? Ik vind die memes hilarisch. Maar die Twitter mensen zijn wel echt gek, hè? Ja, Twitter is on the Twitter zijn echt koekoek. Ja, ik weet niet. Mag me wel zeggen, iedere keer als ik op Twitter ben, lees ik zo'n leuke dingen en ik vind dat hilarisch. Ja, gelukkig, ik zie de negativiteit niet. Nee, al gelukkig. Maar heb je wel veel negativiteit over je heen gekregen? Mm-hmm. Ja? Ja, ik heb het ook wel een beetje gezien, zeg ik eerder. Ja, is gewoon zo. Maar dat is denk ik bij iedereen zo, bij Big Brother, denk ik. Het is gewoon zo, dat zijn gewoon echt diehard fans. En daar, als ik YouTube-video's maak met Temptation mensen, krijg ik nooit haat, krijg ik niks. Echt, als ik met jullie wat doe, dan is het, oh, wat dat wel overdreven, kut homo, bla bla bla, weet je. Boeit mij ook niet, maar dan merk je wel dat het echt psycho zijn, Maar het is heftig. Mensen alleen nemen kiezen een kant, hè, van een bepaalde bewoner, en dan worden dingen gezegd. Maar, ik moet zeggen, bij bijvoorbeeld de 50 negatieve reacties die je krijgt, heb je er 1000 positief. Daarom. Dus ik probeer me echt niet te focussen op de... Ja. Ik heb het al uitgelegd aan Lins ook, hè. De reacties van de mensen boeien me niet. Maar het zijn de dingen van de medebewoners. Dat is, dat is kut. Ja. En dat is ook wel heel erg geweest, denk ik, bij jou, vooral Charlotte. Want ik heb ook een paar mensen in de auto gehad. Ik heb ook, en daar had ik ook wat over gehad, over... Kiara. Nee, die wou ook niet bij de auto. Wat ik ook wel snap, want ik had ook heel negatief over haar gepraat. Maar ja, zij heeft ook best wel negatieve dingen over jou gezegd, bijvoorbeeld. Ja, ik vind het jammer, want ik heb zo hard. Allee, mensen hebben dat misschien niet door, hè, maar ik heb toen ze binnenkwam, nog geen 1 seconde of 2 seconden was ze daar en ik merkte al van, wat heb ik gedaan? Ja. Dus ze had al een mening voor ze me kende. Ja, want het was zeg maar zo, zij was.
Ze had toch corona gekregen, dus zij kon ook weer naar huis. Ja. Dus zij kon ook televisie kijken, toch naar jullie al. Ja, dat was het. Ja, en dan kon je eigenlijk al mening vormen van, oh, die zegt dit, die zegt dat. Ja. Dus dat is gewoon ook echt kut. Ja, dat was ook gebeurd, hè. En dan zo, en dan uiteindelijk, mensen manipuleren, hè. Ja. Maar uiteindelijk spreek je haar nu nog wel. Hoe was het bijvoorbeeld gisteren met de finale? Nee, ik heb... Ongemakkelijk. Ik weet het, ik zag jullie hoofden allemaal. Jullie zaten daar. En ik zag de ene kop naar de andere zat zo te kijken. Van als iemand wat zei, keken jullie allemaal naar elkaar. Zo van... Weet je, je merkte heel erg... Oh my god. Toen we van tevoren met elkaar gingen meeten, weet je wel. En we moesten wachten. Ja, dan merk je dat was awkward. De rode kaart, weet je wel. Zeg maar, de rood was hier, blauw was dat. Ja. Weet je, de ene kant had super veel lol en de andere kant zat echt zo... Ja, die praten gewoon niet met elkaar. Nee? Echt heel ongemakkelijk. Dus er waren echt gewoon twee kampen tegen elkaar. Ja. Oh, het echt. En uiteindelijk kwam terwijl het nergens voor nodig is, maar uiteindelijk... Er is zo veel dingen zijn uitgekomen dat... Ja. Ik had ook geen zin om ze te confronteren of zo, want de dingen die ze nu... Of die nog gezegd worden, bijvoorbeeld door Michelangelo... Zijn podcast. Ik heb al twee nachten niet geslapen. Punt. Gewoon... Ja. Constant in mijn bed wakker liggen, die video's herbekijken, herbekijken. Waarvan? Wat had hij gedaan in de podcast dan? Heeft hij een eigen podcast nu? Nee, hij was op bezoek. Oh. Ja, persoonlijke dingen voor mij en over mijn uiterlijk en zo. Over jukbenen. Ja, en dat iets dat ik niet... Ik ben een harde knap, wat vaak wat boeit. Ik heb ook heel vaak gezegd tegen dat ik het zo hilarisch vind dat mensen zeggen dat ik botox heb. Ja. Mensen kijkt naar mijn kop. Er zit hier geen Stel dat wel. Wat maakt maar stel het dat het wel is. Ik kan niet meer boos kijken hoor. Ja, maar. Maar weet je wat dat is? Ik ben ook eerlijk geweest, hè? Ja. Ik heb mijn neusoperatie gedaan uit onzekerheden. Vroeger. En puur ook, uiteindelijk bleek dan dat ik wel problemen had met mijn neus. Maar fillers en zo. Ja, hier, ik heb inderdaad mijn lippen gedaan. Maar ze maken de context, ze vervormen alles. Ja, dat is jammer. Want zij was echt oprecht, ik zeg eerlijk. Ja! En dat was het erger, want Jolien kwam het huis uit. Want Jolien heeft dus nog niks meegemaakt, hè? Die weet niks. Nee. Eigenlijk moeten jullie eigenlijk een soort van blij zijn dat jullie er iets eerder uit waren. Dat je gewoon alles kon weten, dat je alles kon horen en dat soort dingen. Want Jolien komt nu ook naar buiten en die wist niks. Nee. Die kwam naar buiten. En ik zag jou kijken naar haar. Ik dacht, oh my god, want Jolien die denkt dat ze nog goed is met jou. Ja. Maar jij denkt, fuck jou. Toch eerlijk, zo is ja, het. Ja, dat is wel, zeg maar, hetgeen als je inderdaad deze week eerder eruit was. Hij kreeg een super... We hoefden soms niet eens te zoeken. Het werd al naar ons toegestuurd. Ja. Ja, ja, dat je dacht, ja, van, what? Ja, ja, al die fanscreens. Ja, dus eigenlijk qua dingen weten waren we eigenlijk 10 stappen voor natuurlijk. Dat, dus dat maakt het wel heel ongemakkelijk, ja. Dat denk ik ook wel, maar hebben jullie Jolien nog wel gesproken daarna of helemaal niet? Kijk, ik heb het heel heel moeilijk met Jolien. Ik heb... Dat was een vriendin. Ja. Ze heeft me echt... Pijn gedaan. Ja, ik heb pijn. Ah, Charlotte! Ja, ik heb nog nooit een korenpaal gegeven. Wat is dat eigenlijk? Nee, neem maar. Poef. Wat vind je ervan? Droog! Ja, ik doe altijd saus erbij. Extra saus doe ik altijd daarbij. Ja, kan dat? Ja, gewoon saus erop pleuren. Damn. Nee, maar uiteindelijk komt het wel weer goed, denk ik, met Jolien, denk ik. Of nou, misschien vind je ik heb alle respect voor Jolien. Ja. Maar ik wil haar momenteel niet. Ik heb het ook gezegd in de camera. Ja. Iemand die in het huis zo is in het echte leven ook zo, denk ik. Dus dan... Ja. Maar mijn mama heeft wel gesproken met Jolien gisteren. Oh, echt? Okay. Ja, Jolien is naar mama toegegaan. Ja. Ik heb met Barrett nog gesproken ook. Ik heb haar familie nog gezien, hè. Ja. En dat zijn zo lieve mensen. En ze zijn gewoon verdrietig. Ja. Maar ik... Telkens als ik dan denk van, oh oké, misschien neem ik een stap om Jolien terug te contacteren. Ja. Dan krijg ik een nieuwe video opgestuurd en dan is het weer iets nieuws. Ja. En dan heb ik zoiets van, holy shit, maar het stopt niet. Maar weet je wat ik misschien ook denk? Blijft. Ik denk een beetje dat het ook is, want jullie waren echt wel heel close met elkaar. Eerlijk, met Danny erbij en jullie waren echt gewoon close met z'n allen. Ik denk dat zij dacht van, stel je voor, dat zij misschien bang was dat jullie haar ook zouden gaan naaien. Dat zij een soort van, ze kwam later in het huis. Ik denk dat dat ook echt wel een grote rol meespeelt. Ja. Dat zij dat denkt. En jij was gewoon echt oprecht. Maar ja, ik zou wel denken dat jij misschien eerder voor Danny of Lindsay zou kiezen, denk ik. Maar dat weet ik niet. Hè? Ik denk dat het grappige is, ik heb dat ook gezegd in de dagboekkamer. Er waren twee mensen die ik nooit ging nomineren. Ja. En dat was Jolien en Lindsay. Maar had ik het geweten... Ja, logisch, ja. Als achteraf. Dus dat je naar huis ziet, dus echt achteraf. Weet je, en iedereen zei... Iedereen... Mijn familie, mama, mijn vrienden... De fans, de kijkers...
Wow, we zijn zo boos op jou, Charlotte, verdomme! We hebben al die hints gegeven en ik... Ja, welke hints? Welke hints? Oeh! Ja, en ik zei, ik heb ook gezegd tegen Danny, ik zeg, had het gezegd? Ja. Ja, ik begrijp het en ik respecteer. Ik begrijp zijn keuze, hè. Ja. Maar hij heeft het die ene avond geprobeerd. Ja. En dat is dan jammer, want als ik het dan had geweten, kon ik nog... Ja, dat ging alles. Ja, je had daar gesaved, hè? Ja, was het vaak. Ik had daar gesaved. Hey, Lindsay, hoe was jouw avontuur? Oh mijn god, rollercoaster! Ja, je bent nooit genomineerd! Jawel! Hoe vaak dan? Drie keer? Eerste keer. Hè? Ik zei even denken, maar. Dus de eerste keer genomineerd door. Michelangelo. Michelangelo. Oh, jawel, ja. En toen mensen hem teruggestoken. Ja. Oh ja, ja, ja. En mij erop gezet. Ja, klopt, ja. Bart heeft mij een keer genomineerd, was toen met Ali en Chiron. Oh ja, juist. Tijdens de week van de balkens. Ja. Wat voel je als je genomineerd wordt? Wat denk je? Nou, ik was best wel een van de laatste die nog niet genomineerd was. Dus ik had echt zoiets van... Ik was echt boos. Ik zat ook persoonlijk vastpassen. Was het ook. Maar het was ook meer zeg maar de eerste keer het verhaal erachter van... Toen kreeg ik echt de indruk, oh, het is wel kamer tegen kamer. Wow. En daar was ik. En dat viel me, toen ik zoiets van, wow, oké, weet je wel. Ja. Dat was een beetje in mijn feelings, tuurlijk. Ja, snap ik ook. En gewoon gebabbeld en zo. En, maar ja, dat is echt bizar, want uiteindelijk, als het dan die live show is, je pakt je koffer in. Heeft zoiets van, oké, ik wil nog niet gaan. Maar ja, als het zo is, is het zo. Ja. Dus je bent eigenlijk al met één deur buiten, of met één voet buiten de deur. En als je dan hoort, je mag blijven, dat is zo raar. Dat is bijna alsof je baalt van, dammit, ik was maar al op de overheid. Ja, dat lijkt me ook heel kut, want dan denk je eigenlijk, maar eigenlijk aan de andere kant, het publiek stemt jou wel gewoon, dus dan denk je weer van, ik ga ervoor. Ja, weet je wel, dat had mij wel echt een boost gegeven als je dan als favoriet twee keer wordt gekozen. Ja, zo. Dat geeft je wel echt een hele grote boost gewoon om even dat avontuur, weet je wel, knallend in te gaan. Dus dat was wel echt, dat was echt leuk. En je mist dat natuurlijk, want je hebt een meisje, je hebt een vrouw. Ja. Die mist je natuurlijk ook heel hard. Ook nog, man. Echt, ik zweer, en voordat ik hierin ging, ze zei altijd, heb je wel emoties, weet je wel. Dit, ik ben nog nooit zo emotioneel geworden in Ja, dat snap ik wel. Oh mijn god, ja. Maar heb je ook een relatie, Charlotte? Nee. Dat scheelt dan weer wel, want als je iemand thuis hebt zitten, dan denk je altijd, dan mis je echt. Ja, maar op een gegeven moment ga je ook, weet je wel, ik had het gisteren met haar over van, omdat je daar zit en je hebt geen contact, je gaat allemaal dingen in je hoofd halen, weet je wel. Je gaat jezelf echt gek maken. Maar ben je dan ook bang bijvoorbeeld dat ja, als je dan naar dit soort game gaat of zo. Tuurlijk, maar dat heb ik haar ook verteld. Ik zou psycho worden. Ja, we gaan een zit daar. We hebben geen contact. We hebben sowieso elke dag, we hebben continu contact. We kletsen over alles. En als je dat 3 maanden wegvalt, op een gegeven moment ben ik wakker en dan kreeg ik rare dromen. En dan ben ik helemaal boos. Is dat nou dat je dat zegt? Ja, ik denk, dadelijk is zij een ander of zo, weet je wel. Het zou zo nog maar, snap je? Ja, ik snap je helemaal. Ik ben echt onzeker. Ja. Want kijken jullie bijvoorbeeld ook een jaar van je leven? Nee, jullie zijn net terug. Heb ik nooit gezien. Een jaar van je leven is zeg maar zo, er worden echt 40 deelnemers ook in een loods gestopt. Mm-hmm. Maar die mensen die hebben ook relaties thuis, maar die gaan allemaal vreemd, hè, daar in het huis. Ja, iemand die is nu uit huis gehaald omdat... Je krijgt zoveel haat, omdat je had gewoon een vriend thuis, die had een 9 jaar relatie of zo. Dan meen je. Ja, en dan was ze met een of andere people was naar bed gegaan. Terwijl ze het niet eens leuk vond. Dan denk ik, luister, waar ben je mee bezig? En toen. En die moeder ging niet goed en zo. En uiteindelijk is het huis uitgehaald nu. Oh, door de familie. Wow, wat heftig. Dus het kan allemaal gebeuren. Je weet dat gewoon echt niet. Ja. En wat was je eerste reactie dat je mee mocht doen met Big Brother? Dat was zo van. Oh, cool. Ja. Want kijk. Ik had dat wel gemerkt in het huis, dat iedereen zo... Sommigen hadden het al meerdere keren geprobeerd om aan te melden. Ja. En ik zat dubbel, want ik had zoiets van, damn, zou ik dat wel doen? Vooral naar papa, ik had zoiets van, Maar, kijk... Hoe lang is dat geleden van je vader? Sinds juli. Jezus, wat kort geleden nog, man. Ja. What the fuck? Gaat wel goed verder dan met je daar? Wel, nee. Ik heb dat net nog tegen mama gezegd. Ik heb het trouwproces dat ik misschien nu een jaar lang ging hebben, heb ik nu verkort al in 3 maanden gehad. Ik heb veel, veel kunnen nadenken en rouwen. Ja. En dan is dat heel jammer dat mensen inderdaad dingen zeggen van, oh, dat is niet echt. Ik kan je niet. Komt net als het zo kort geleden is, what the fuck, denk je? Ja, kom maar, op. Wat denk, ja. Maar los van dat, voor mij was dat puur afleiding. Ja, dat snap ik. Ik heb hem aangemaakt omdat ik zei van, fuck it. Ik had vorig jaar voor de eerste keer gekeken, want in het begin zei ik, ben ik zo. En dan keek ik en dan, ik werd verslaafd. Ik zo, ik en toen dat zag ook. Ik zo, ik doe mee. Ik ben ook echt fan van het programma. Echt psycho, het is echt gek gewoon. Gisteren, ik kwam er ook aan, toen dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk? Want toen dacht ik echt van, nu ben ik echt een psycho fan die in het publiek zit. En toen dacht ik echt van, kut. En die vriendin van mij ook dacht, je moest je telefoons ook allemaal inleveren, Maar ik had het niet gedaan. Hij zag, je moest je telefoon inleveren.
telefoon inleveren. Ik zeg dag. Ik zeg dat gaat niet. Hij zegt ja, maar inleveren. Dus ik heb gewoon mijn contact gedaan. Ik dacht, ik hou gewoon bij me. Ik ga gewoon filmen. Oh, echt? Ja, ik heb ook een spelletje meegenomen, jongens. Nee, ze liggen bij jou achterin, Lindsay. Jij mag ze even pakken. Is dit ook de eerste interview natuurlijk, hè? Ja. Niet? Ja. Ja? Oh, ja. Of interview? Nou, een interview. Ik vind het gewoon gezellig lullen. Ja. Ja. Is toch zo? Oké, zijn jullie klaar voor? Yes. Oké, wie zou er eerder zich nog een keer aanmelden voor Big Brother? Voor een nieuw seizoen? Oeh. Dat je alles opnieuw mag doen. Ja, Lindsay? Zou jij het echt opnieuw doen? Ik denk het ook wel. Ik zou een All-Star editie doen. Ja, dat lijkt me ook fucking vet. Ik zou, nee. All-Star editie sta ik zeker voor open. Ja. Niet nog een keer dit met... Nee, oude, weet je wel, stel je voor, met Nawel en zo. Stel je voor, het is precies hetzelfde zoals het nu was. Zou je dat niet doen? Zeg maar bijvoorbeeld, als je weet dat zoveel wat shit zou zo... Doen. Ja, ik zou het wel doen. Ja? Jij dan, Charlotte, jij niet? Als het misschien de editie van vorig jaar zou zijn, dan zou ik de All-Star wel misschien doen, maar... Ja. Dit is het impact op jou. Oké, wie zou de eerder 10 coins uitgeven aan een chocoladesoes? Ja, Charlotte, wat ga je dat doen? Als ik genoeg coins heb, dan koop ik die soes. Shopping! Ik moest zo lachen op die laatste coin van Jason, dat ik dat moeilijk deed. Dus jij zei, geef gewoon die coins. Ja, geef gewoon die coins. Je hebt 40 coins. Ja, maar ik dacht wel, wat steeds voor de je komt wel iets voor die coins. Want uiteindelijk kon je wel wat van kopen. Ja, dat was ook maar zo armoedig. Dat was wel een beetje armoedig, vond ik. Ik dacht, doe een vrijstelling in of zo voor 50 munten. Dan kon iemand nog, dat had ik gedaan. Niet zoiets met die, wat jullie nu moesten doen. Wie deed er vaker de afwas in het huis? Ja, ik ben eerlijk. Ja. Ik skip hem vaak. Maar ik kook te vaak. Ik kook er altijd. Ja, dus, wat kreeg gewoon ook alle producten? Ja, we kregen gewoon daily. De eerste week hadden we alles en daarna kreeg je eigenlijk basisproducten. Dus, en ik kook elke dag. Dus, Charlotte was wel vaker wat afgetast. Wie heeft er het meeste contact met de andere huisgenoten? Oei. Ik denk dat hetzelfde is. Ik denk allebei. Allebei. En spreek je ook wel eens andere bewoners van het oude seizoen? Ja, oh my god, zoveel lieve berichten gekregen. Ja. Wie heeft jullie allemaal bericht? Salah, Kitty, Nawel, Nusheen, Jill. Echt exact dezelfde. Super veel lieve mensen. En mama heeft contact gehad met iemand van heel de oude editie van Big Brother. Ook nog? Die ook gestuurd heeft naar haar. Oh, wat leuk, wat grappig wel. En gaan jullie ook een keer met z'n allen feesten? Dat is ook heel leuk. Ja, volgens mij zien we elkaar volgende zaterdag bij Biggie Live. Oh ja, ik heb een wat leuk. Ja, iedereen volgens mij komt daarheen. Wie zou er eerder een goede vriendin of een vriend op de bank zetten? Wat dan, op de bank zetten? Ja. Dus ja, gewoon, zeg maar... elimineren. Nomineren. Elimineren. Elimineren. Dat iemand dood doet, toch? Nee, ik wil nomineren. Nee, dat is liquideren. Wat is het andere dan? Elimineren. Ik elimineer jou. Ja, van ik strip jou weg. Ja, ik elimineer jou. Dat bedoelde ik eigenlijk wel. Wie zou dat? Hoe je? Ja. Nee, ik denk geen een van ons beiden. Dat zou we niet doen. You did it! Wie dan? Wie dan? Ali! Ali! Nee, maar even al jokes. Shit, ja, dat is waar. Maar als het moet, als dat moest toch ook dan? Nee, eerlijk, ik zeg je eerlijk, als het zou moeten, zou ik het ook doen. Ja. Maar in ieder geval, hoe zeg je dat? Als het echt niet anders kan. Maar ik heb daar zelf geen uitleg bij. Ik heb ook gezegd, er was geen reden om Ali. Ik had ook geen reden. Ik heb puur gedaan omdat ik tactisch dacht van, hij haalt het wel. Hij haalt het. Dan is het ook anders. Moet je er ineens uit. Ik snap jou wel voorkomen. Hij stond super sterk. Ja. Dat kun je doen. Dat is zo raar, want je krijgt zo wat dingen van de buitenwereld dat hij meemaakt. En dan denk je, oké, is dat sterk? Ja. En dan moet hij toch naar huis en dan denk ik, dat is toch raar, hè? Lijkt me zo. Ja, echt kun je iedere keer je koffers moet pakken en stel je voor je moet iedere keer blijven. Moet je iedere keer die koffers allemaal pakken? Oh, dat is toch erg? Ja, we moeten doen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Hey, stel je voor, er komt een nieuw Big Brother. Wie gaat er dan vaker naar de livestreams kijken? Wie is er echt iemand van de livestreams? Ik denk Char. Ja? Ja, ik denk nu na dit avontuur niet meer. Nee. Ik ben niet zo Je bent genezen. Big Brother, klaar. Big Brother. Nee, ik hou van Big Brother. Yeah. Maar ik weet het niet. Omdat we het zelf meegemaakt hebben, ik denk dat ik de afleveringen ga zien. Ja, de livestreams. Maar de livestreams is het wel. Ja. Ik ben ook niet zo'n livestreamer. Ik ben geen livestreamer. Maar ik had het ook niet, maar ik verveelde me laatst. Ik zat te kijken naar een jaar van je leven, zat ik die livestreams. Kijk, ik vond hem echt op mijn goor. Ik zat echt een uur gewoon te kijken, zo van, wat de fuck doen die mensen?
Maar en uiteindelijk kijk je naar mensen die niets doen, hè. Wij zitten soms op de bank zo. Ja, en dan gewoon, ja, inderdaad. En er wordt gewoon niks gezegd. Ja. Of gewoon, zie je gewoon te kijken. Ja, oh, ja, het is wel. Ik zag ook allemaal reacties van dat mensen gewoon letterlijk vanaf het moment dat wij slapen tot ochtend. Het gesnurk van mij aanzetten. Ja, oh, wat ze in slaap kunnen vallen. Ja, snurk wel hard hoor. Huh? Ja, ik dacht dat het niet snurk, maar het is nu gewoon, het is echt uitgekomen. Ik dacht dat ik snurkte. Ik geloof het niet totdat er op beeld staat. Maar heb je ook wel eens gezien dat Jason dat hij s'nachts helemaal ging opstaan? In onze kamer. Nee, het is echt helaas. Hij staat gewoon op en hij loopt gewoon ergens naartoe. Gaat er gewoon tegen praten, tegen een muur en zo. Oh, gewoon in zijn slaap, hè? Ja. Is toch gek? Ja, hij heeft het één keer bij ons in de kamer gedaan. Dat was wel eng. Een paar keer. Just. En je riep gewoon. Hij zo, de messen! Wat? De messen! Ik heb mijn dingen door, wat de fuck? Oh, staat hier op de trap. Of? Ja, want hij zei, ik zal nooit de trap opgaan. Op een gegeven moment zegt hij, de trap? Ik breek daar mijn poten gek. Ik denk, oh mijn god, ik kom naar ons bed. Die pakt hij jou mee. Ja, fucking eng, man. Ja. Wat zou jij bijvoorbeeld doen met het geld? Jij het geld tot gewonnen, Lindsay. Ik had eerst denk ik een hele grote, verre reis gemaakt. Even Bahama's, Hawaii. En daar gaan we denken wat ik met het geld zou doen. Sowieso een deel investeren of zo in iets. Sowieso eerst op reis. Bahama's of Hawaii. Charlotte, wat zou jij doen van het geld? Investeren. Ja. En ja. Lekker aan de fles hier, mijn. Oh, ik moest wel lachen hoor. Het stond wel met de fles aan de mond. Hey. Ja, maar wat voor werk deed jij bijvoorbeeld hiervoor? Kreeg je wel gewoon vrij? Maar ik kreeg gewoon onbetaald vloggen, dus dat was geen probleem. Onbetaald vloggen? Onbetaald vloggen. Oh, ik dacht ik kreeg betaald vloggen. Nee, onbetaald. Ik zou verdood hier. Dat is eigenlijk best oké. Ja, was geen probleem. Zonder volledig daarachter. En wanneer moet je nu weer beginnen, of weet je nog niet? Ik neem even mijn tijd even om te landen en... Maar ben jij beveiliger of zo? Nee. Oh, ik vind je ook niet, maar ik vind jou zo'n stoere chick die zo met zo'n pakje aan staat. Werk met horloges. Oh my god, ik zie hem ik zie jou wel als ja, echt, zo voor de poort. Oh, jij mag hier naar binnen. Jij bent vervelend. En jij, Charlotte, wat deed jij voor werk? Jij deed oppassen, toch? Ik ben nanny geweest, maar ik ben officieel afgestudeerd als kleuterleidster. Als? Kleuterleidster. Kleuter. Juffrouw. Oké. Okay. Oh, juffrouw. Van de eerste kleuterklas tot het eerste leerjaar. Oh. En dan heb ik dat nu... Ik had nu een gezin, dat was een trial. Dus dat was nog niet officieel. Okay. Ik ging net zelfstandig worden. Ja. En ik gaf les aan de kinderen thuis. En ja, bijvoorbeeld, die intro was met Justin Bieber en zo. Wat, hoe kom je dat? Ik dacht ik dacht echt, ik wel een diehard fan, weet je wel. Ik heb een leeftijd gehad van Justin Bieber. Maar ik vond dat zo erg, want ik had dat nog gevraagd. Ik zei nog, steek dat er alsjeblieft niet zo in. Want dat is iets dat jullie weten, dat mensen gaan daarop ingaan. Dus tuurlijk, wat doen ze? Ja. Ze stellen me die vraag. Ja. Oh. En ik wist gewoon dat daar negativiteit van ging. Maar hoe kom je daar zo dan bij hem? Ik heb promoters sowieso, dat zijn mensen die je binnenhaalt in de clubs. En connecties, ik heb een vriendinnen die veel bekende mensen kennen. Oh. En ze wordt telkens gevraagd voor evenementen en dan mag ik mee. Oh, wat grappig. Oh. Of je komt op een feestje, dan is hij daar toevallig. Oh, leuk. Ja, dat is heel raar. Nou, dan wil ik ook wel eens een keer op zo'n feestje komen. Ik met Chantal Jansen, daar zou ik wel eens een keer wel mee willen feesten. Maar dat is in LA, dat is normaal daar. Mensen reageren daar zelf niet meer op. Zo, ik zat daar zo... Maar ze zat daar zo aan, dus een buber. Heb je ook dat is normaal, hè? Nee. Oh, ja, weet ik wat ik ken. Hailey, die zat daar ook zo. Ja, en Justin Bieber, zeg maar, ja, ik ken hem wel, maar het is niet dat ik ben er niet helemaal... Ik zou toch Jantje helemaal denken van, what the fuck? Hey, en wat gaan jullie nu verder doen? Gaan jullie verder nog iets leuks doen? Landen eerst, genieten. Landen. En weet je. Als terugkijken, heb je al veel teruggekeken, Lindsay? Nee, ik heb nog. Nee, ik heb beelden teruggekregen die. Die mensen sturen. Ja, die me sturen. Ja. Ik heb altijd gezegd, ik ga alles terugkijken. Oh. Ik weet het nu op dit moment nog even niet. Want. Ik denk dat je. Weet je wat het is? Als je alles gaat terugkijken, dan ga je boos worden. Tenminste, ik precies dat. En dan heb ik een nare herinnering aan dat avontuur. Ja, ik denk dat ik dat ook ga hebben. Ook. En ik denk ook met Jolien, ik denk echt niet dat ze zo naar jou bedoelt. Ik meen het echt. Want ik vond haar, in het begin vond ik haar echt, vond ik haar mooi, maar daarna, ik vond Jolien, ik vond haar echt leuker worden en zo. Ja. Ik denk gewoon dat zij dacht van, misschien gaat Charlotte mij naaien en dat ze daar gewoon bang voor was, denk ik. Er zijn gewoon veel dingen gezegd. Ja, oké, dat is waar ook. Ja. Als je... Ik zou het ook persoonlijk nemen. Is ook zo. Ja. Ik zei ook gisteren tegen een vriendin van mij van, ik zei even tegen haar van, ja, ik dacht van, ja, dan ben je bij die finale. Zeg ik van, misschien moet je jou gewoon even leuk doen. Toen later dacht ik, als het bij mij was gebeurd, ik zou helemaal lijp worden. Ik zou geen naar de haren trekken, dat bij mij te spreken. Dus ik snap het wel dat je persoonlijk opvalt. Ja.
ik vat het persoonlijk op omdat het persoonlijk is. Ja, ja, dat bedoel ik. Als ze dingen had gezegd over het spel, ja, is het oké, maar ze begint over mijn vader. Ze begint over... Jolien ook. Ja, ja, ja. Oh. Tijdens het ballen, dus die video's heb ik nu ontvangen, heb ik gezien. Persoonlijke, oh, dus ze kwetst me over dingen, mijn uiterlijk, mijn innerlijk. Dan heb ik zoiets van, oké. Okay. Ja. Nee, dan... Lastig man, ik ben echt goed zo'n programma eigenlijk. Ik zou helemaal gek worden als ik dan zie van, oh, die zegt dit, nu, die zegt nu dat. Denk ik... ja, gelukkig zie je dit. Ja, gelukkig wel, je ziet bijna alles achteraf pas. Ja. Ja. En ik weet, Chelsea en Judy, die hebben zeker sowieso alles gescreend, want ik had er als eerste in de auto. Ja. En ik weet nog dat ik daar zat en eerst had ik het nog niet helemaal gezien, want het was ook vaak op de livestream. Het was niet echt ja, oké soms. Mm-hmm. En dan zei ze van, nou, die vind ik net... Ik zei, wat dan? En dan liet ze al die anders alles al klaarstaan. Die hebben een heel archief alles. Niet normaal. Ja, ik zweer dat als ze ook aan mij al laten zien van, oh, en als ze eruit zijn, dan ga ik dit zeggen en dat zeggen. Ja. Chelsea is ook wel een goede vriendin van jou, denk ik, of niet? Ja, ze was ook helemaal, ja. Ja, nou, allebei. Wat miste jij bijvoorbeeld echt het meeste? Vrijheid, ja, want je zit echt opgesloten, denk ik. Mm-hmm. Die regels waren moeilijk. Welke regels? Je kunt niet zelf bepalen wanneer je wat wilt doen. Oh, zo. Ja. Hey, we moesten wachten als je in bed lag. Was nog te tijd voor een batterij, was dan heb je zoiets van, oh, je weet niet wanneer het komt, hè? Ja, man, ja. You don't know when it's coming. Ja, je had niet volledig, weet je wel, dat wacht er ook. We zagen dat je van woensdag eigenlijk tot zaterdag niks te doen had. Ja, oh, dat lijkt me ook kut, hoor. Oh, weet je, we zijn super energieke personen worden, en op een gegeven moment, ja, dan gaan we naar buiten, vuurtje, maar weet je wel. Je mag ook niet roken, hè? Nee. Nee, want ik had me aangemaakt op Big Brother en toen zei ze van, moest ik ook op gesprek komen, ze zei, rook je? Ik zei, nee, bedam, je mag niet roken, je mag eigenlijk... Ik ben gestopt. Ja, want ze zei gisteren met een peuk in de hand. Ja, ik was zonder moeite gestopt, direct, niet gemist. En toen ik eruit kwam, ze is nog even met drinkje zo'n... Ik had direct moest, ja, ik had even zin in. Maar het lijkt me ook wel moeilijk, want je wordt echt 24/7 gefilmd, die livestreams, alles wordt gefilmd. Alles wordt gefilmd. En wat wil ik dan zeggen, stel je voor je zegt iets verkeerd, bijvoorbeeld. Ja. Ben je daar niet bang voor? Ja. Dat je gecanceld wordt of weet ik veel, maar aan de ene kant... Ja. Nee. Je moet gewoon jezelf blijven. Ja, weet je, we zijn altijd onszelf geweest. Aha. Tuurlijk denk je van, oh ja, alles wordt gefilmd en zo, maar ja. Nee, ja. Ik denk dat we vooral dicht bij onszelf zijn gebleven. Van, als je echt moet gaan letten op wat je zegt, weet je wel. Als een, ik heb alleen mijn schelden een beetje aangepast. Ja, maar dat bedoel ik, dat heb ik dus ook. Als je me mij laat schrikken, nou, dan is gelijk, en dan scheld ik wat. De winnaar, Bart, what the fuck. Ja. Bart heeft gewonnen. Bart heeft gewonnen. En ik dacht eigenlijk echt eerlijk wat jij zei, dat je voor Jason was. Ik dacht, what the fuck, Lindsay? Ik vond het, weet je, het was een lastige vraag. voor mij, weet je wel, ja, kijk, de winnaar staat er voor mij al naast mij op de bank. Maar ja, als ik moest kiezen, ik wist het niet, ik vond het heel moeilijk. Ik had voor Jason, zeg maar, gekozen, omdat, ja, weet je, Jason is gewoon niet, zijn, zeg maar, Big Brother verhaal, hoe ze begonnen met, toen hij direct wegging en met, weet je, met die sleutelkamer en dat weggestemd worden, het was echt de Big Brother. Dus iedereen die zo vals was tegen hem, en dan opeens keerde, ik heb... Ik dacht van deze, ik snap ook wel dat mensen hier inderdaad echt, weet je wel, Ik zou dat hem ook wel echt wel gegund. Hij is nog jong, dan denk ik, ga lekker, lekker met... Zo jong en zo volwassen eigenlijk voor zijn leeftijd, dat is niet normaal. Hoe dan? Hoe kwam dat? Wat vond je van die spelletjes, Lotte? Dat wil ik nog vragen. De spelletjes? Oh, zalig. Ja. Dat is luchtig. Ja. Dat lijkt mij ook wel. Jij leest het ook. De spellen waren leuk. Ik vond... Doolhof. Ja. Ik zo denken. Knieën zo. Ja, ik heb al echt 3 weken lang kapot gehad. Ja? Oh mijn god, ik heb al 6 littekens. Net als Rob. Wat een surpiet is dat, joh. Oh, verschrikkelijk. Ik dacht echt, ga de naam eruit, dacht ik. Ben je nou staan? En ook met die, weet je wat ik ook ga volgen, Jacqueline. En mijn vlog. Ja, zit je nou met mijn vlog te pretten? Ja. Gisteren kwam dat ook weer in beeld, hè. Ik kwam nu weer bij. Oh, dat was grappig. En die arme Ias. Nou ja. Had het gewoon gedaan, hè. Pakt ook die vlokken. Waarom zeg je dan nee? Met al die jonge man. Ias is eigenlijk al zijn. Ias is echt hilarisch. Ja, en wat vond jij het leuk, Charlotte? Dat was bijna helemaal mijn hart. Ja, we hebben echt veel. Bedanken, hè? Oh mijn god, ik weet alles. Alle spellen waren cool. Ja? Die met die puzzel toen je ging rennen. Oh ja, dat is zo in de video. Oh, ja, bent, ja, dat hadden we nooit. Ik weet het al niet meer, man. Nou, jongens, ik wil jullie eigenlijk bedanken. Chillen! Jongens, jullie moeten allemaal gaan volgen op Instagram. Hebben jullie TikTok al? Ik heb TikTok eigenlijk op alles. Leuk. En jongens, abonneer allemaal op Nick's kanaal. Allemaal abonneren. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye. Bye.